Dit is Drenthe Nu van dinsdag 6 december met vanavond onder meer. Onderzoek geeft UMCG goede hoop dat de afdeling kinderhartchirurgie behouden blijft. Nieuwe waterput moet koloniedorpen beter beschermen bij brand. En roekennesten krijgen een nieuw plekje in Assen om overlast te verminderen. Op dit moment wordt er water gepompt op de ijsbaan Het Zietseveen op Eursing bij Beelden. Maar ja, het winter is het nog niet, maar ja, je moet wel klaar wezen natuurlijk. Maar hoe koud wordt het dan eigenlijk de komende dagen? Zo dadelijk meer over het weer. Heel goedenavond. Voorzichtig optimisme bij ouders van hartpatiëntjes in onze provincie. De kans is vandaag groter geworden dat de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG open blijft. Het kabinet had eerder besloten dat die zou sluiten. Dit is Debbie Schilstra uit Zuid-Laren met rechts haar zoontje Sam. Hij heeft een aangeboren hartprobleem en is voor de juiste zorg afhankelijk van het UMCG. Zij heeft het afgelopen jaar actie gevoerd om de afdeling kinderhartchirurgie daar te behouden. In Nederland zijn 4 universitaire ziekenhuizen waar kinderen met een hartafwijking worden geopereerd. Voor Drenthe is het UMCG het dichtstbij. Vorig jaar besloot het kabinet de hartzorg te concentreren op 2 plekken. Dit leverde veel weerstand op. Een petitie werd 250.000 keer ondertekend. De Nederlandse Zorgautoriteit onderzocht de plannen en komt nu met een rapport waarin ze zeer kritisch zijn over de sluiting. Volgens hen komt de acute zorg in Noord-Nederland hiermee in gevaar, want het UMCG is de enige plek in de regio waar ernstig zieke kinderen IC-zorg kunnen krijgen. De reistijd voor patiënten uit het noorden neemt toe en daarnaast kan het leiden tot verlies van ervaren artsen, omdat die er doorgaans niet voor kiezen om mee te verhuizen naar de Randstad. Ik ben blij met het rapport. Het is een gedegen en zorgvuldig onderzoek. Als je in Groningen, Friesland, Drenthe of Overijssel een ernstig ziek kind hebt dat naar de IC moet, dan wil je kunnen rekenen op een team dat alles kan. Op dit moment is dat zo. Bij het weghalen van het hartteam uit Groningen kan een deel van die zorg niet goed geleverd worden. Met als gevolg dat niet alle ernstig zieke kinderen uit die regio ook hier terecht kunnen. Schilstra reageert voorzichtig optimistisch op het rapport. Ik moet het wel eerst zien en dan geloven. Ik zou het dom vinden als de minister niks met dit rapport zou doen. Maar voor nu kunnen we eerst even ademhalen. Nu is de vraag wat minister Kuipers met het rapport gaat doen. Ik heb eerder dit jaar bewust besloten, ook vanwege alle geluiden die er waren over de impact, heb ik bewust besloten tot zo'n impactanalyse. En ik ben blij dat ik die nu heb. Dus u bent ook blij dat het besluit nog niet helemaal genomen is? Zeker, zeker. Dat geeft nu de kans met die impactanalyse, overigens ook in samenhang met al die rapporten die we eerder hadden, om te kijken wat nu de volgende stap zou moeten zijn. Voor de Drentse hartpatiëntjes en hun ouders is er dus hoop, maar nog geen duidelijkheid. Begin volgend jaar volgt er een definitief besluit over het wel of niet weghalen van de hartzorg uit Groningen. Staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw moet haast maken met de compensatie voor schade door de gasopslag in Langelo. Dat vindt het CDA in de Tweede Kamer. De Kamer praat hier later vanavond over, maar volgens de NOS kan het CDA rekenen op voldoende steun. Het gaat om compensatie volgens de omgekeerde bewijslast, waarbij inwoners schade mogen melden zonder bewijs. De schade wordt dan alleen niet vergoed als het instituut Mijnbouwschade Groningen kan aantonen dat de gasopslag of gaswinning niet de oorzaak is. De minister gaf eerder aan dit bij wet te willen regelen, maar volgens het CDA duurt dat te lang. Sinterklaas keert volgend jaar niet terug in Emmen met zwarte pieten, maar met roetveegpieten. De Goedheiligman was nog niet vertrokken of de stichting Sinterklaas maakte dat bekend. Volgens de organisatie is de roetveegpiet het nieuwe normaal geworden. Bij de intocht in Emmen was dit jaar een deel van de pieten nog zwart geschminkt. En dat leidde onder meer tot protest van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet tijdens een raadsvergadering. Drenthe heeft er straks een nieuwe waterput bij. In Frederiksoord wordt druk gewerkt om meer bluswater binnen handbereik te hebben. Het is de 5e put in 5 jaar tijd die Defensie in Drenthe aanlegt. We zijn een calamiteitenput aan het boren. Dus ten tijde van brand in de bebouwing of dan wel in het bos of in de natuur kan de brandweer heel snel een bluspunt maken om hun brandweerauto's te vullen om de calamiteit te bestrijden. Het is een win-win situatie. Defensie moet de vaardigheid van het aanleggen van calamiteitenputten oefenen,
Maar daarnaast is een extra waterput in Frederiksoord ook nodig. Naar aanleiding van de brand in 2018 uit mijn hoofd in Wateren natuurlijk, hebben we ook wel ontdekt dat er iets meer water mag zijn. Maar vergeet ook het UNESCO Werelderfgoed niet. Een jaar geleden brandde een koloniewoning in Wilhelminaoord bijna helemaal af. En dat gaf stof tot nadenken. Nee, het had niet voorkomen kunnen worden. En gelukkig was het toen wel voldoende water. Maar als er zich, en laten we dat niet hopen, zich een nog grotere calamiteit zich voordoen, ja, dan is er wel een tekort aan water. Want ja, hier is relatief weinig oppervlaktewater. Ja, dan moet je andere bronnen aanboren. En dus is het tijd voor actie. Dit was eigenlijk nog zo'n witte vlek op de kaart van de waterwinning. En omdat we hier ook te maken hebben met veel monumentale panden en natuurlijk een groot natuurgebied hierachter, hebben we de kaart bekeken en besloten dat hier nog een extra waterput heel erg welkom was. Ja, wij bouwen onze machine op die bedoeld is om over de hele wereld door alle grondsoorten heen te kunnen boren. Dus wij bouwen het op en we doen allerlei onderzoek om te kijken of dat er misschien kabels en leidingen in de grond zitten en vergunning aanvraag. Dat we de juiste producten hier gebruiken zoals bedoeld is. En met ons team maken we dan een boring mogelijk. En we zijn hier net tot op de juiste diepte gekomen. We hebben 60 meter geboord. En de bodemsoorten die laten zien dat we daar een hele mooie bron mee gaan krijgen. De gemeente Meppel wil binnen een jaar een nieuwe invulling geven aan de plek van het oude ziekenhuis. Daarvoor is een afspraak gemaakt met de eigenaar van het gebied, Isala. Als het aan de gemeente ligt, wordt snel begonnen met de sloop, zodat er weer gebouwd kan worden. Sinds 1937 stond hier aan de Hogeveenseweg het Diaconessenhuis, het ziekenhuis van Meppel. Het deed 87 jaar dienst, maar raakte de laatste jaren flink verouderd. Daarom is in 2019 aan de overkant van de weg begonnen aan de bouw van een gloednieuw en energiezuinig ziekenhuis. Dat werd deze zomer feestelijk geopend. De gemeente Meppel deed onderzoek naar een nieuwe invulling van dit terrein. Daaruit komt dit beeld. Groene gebouwen niet al te hoog en gevuld met bedrijven die met zorg te maken hebben. Meppel wordt natuurlijk steeds iets groter. We krijgen steeds meer vergrijzing. En dat betekent dat de functie van een ziekenhuis steeds belangrijker wordt. En hoe belangrijker de functie van een ziekenhuis wordt, hoe meer je ervoor moet zorgen dat ook er bijvoorbeeld voldoende geschoold personeel is. Dus je zou hier op deze locatie iets kunnen doen aan de zorgeducatie. Iets anders wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld een perfecte uitgiftepunt voor zorggerelateerde zaken zoals, ik noem maar iets, krukken of andere zaken die mensen nodig hebben om te kunnen blijven functioneren. Een bijzonder moment vandaag aan de Frieseweg in Assen, want daar is een aantal roekennesten teruggeplaatst in bomen. Daar gaan ze dan. Vorige week werden de nesten al uit de bomen gehaald en gezekerd. En vandaag worden ze naar hun nieuwe huis gebracht. Deze locatie hier biedt eigenlijk alles wat de roet nodig heeft om zijn nest te bouwen. Berken, eiken en elzen. En je ziet hier een nest eigenlijk waar je overduidelijk ook ziet aan de buitenkant. De eiken, dat zijn deze takken eigenlijk. En aan de binnenkant is het heel netjes eigenlijk met een hele dunne berkentwijgjes gedrapeerd. Nou, dus die combinatie van eik en berk is heel erg belangrijk. De nesten komen uit de wijk Maasdijk. Hun nieuwe thuis is deze plek aan de Frieseweg bij de spoortunnel. De nesten van de hoofdkolonie aan de André Zagerafweg, die blijven nog even op hun vaste plek. Als hier de roeken naartoe willen komen, eigenlijk, dat zijn dan vooral de roeken die nog elders in Maasdijk nestelen. Als die hier naartoe gaan, eigenlijk, dan hebben we naar de provincie toe het motief om te zeggen van het is een heel acceptabel alternatief. Kijk maar, er zijn de nodige roeken al aan het nestelen. En dan kunnen we dus inderdaad ook de kolonie bij de Beekdalhoeve aan de Zagerofweg aanpakken, tussen haakjes. In ieder geval zorgen dat ze daar niet meer gaan nestelen en dan ze hier komen. Tijdens het broedseizoen van 2023 moet blijken of deze oplossing ook echt werkt. Ja, toch heel ander weer vandaag dan het mistroostige weer van gisteren. Ja, dat hele grieze weer. En het lessenweer, dat halen we nog een beetje de komende dagen. Ook vanavond en vannacht een afwisseling van wat opklarings en bewolking. Er kan een enkele bui vallen. En de wind die wijdt uit het westen en dat is nog relatief warm. Dus de temperatuur die komt niet liggen dan zo'n 2 graden.
Marring zit er op grote hoogte heel erg kolenlucht. En die kolenlucht die sijpelt langzaam wat naar beneden. Ook Marring een afwisseling van wat zon en bewolking. Er valt een stuk of wat buien. En in de loop van de dag kunt er best iets wat winterse buien wezen. Wat hagel of zelfs wat natte snij. Temperatuur overdag nog zo'n 4-5 graden. De nacht van woensdag op donderdag wordt nog een klein beetje uitkeken, want ook dan valt er wat winterse buien s'naars. En aan het einde van de nacht kan de temperatuur in onder het vriespunt komen. Dus ja, kans op gladdigheid. Donderdag, vrijdag, zaterdag, we kregen een stuk of wat vrij rustige dagen. Donderdag kan er nog een winterse bui vallen. Temperatuur maar zo'n 3 graden meer overdag. En vrijdag en zaterdag, ja, s'naars kan het met gemak zo'n 3, 4 graden gaan vriezen. En overdag komt de temperatuur maar net meer boven het vriespunt uit. Dus ja, de kans op schurven is de komende dagen nog heel erg klein. Maar dat er een ijslaag hier ontstaat op deze mooie gladde vloer, dat zou maar zo eens kunnen. Altijd dankjewel. En tot zover Drentse Nieuws. Meer is te vinden in de app en op de site rtvdrenthe.nl. En daarop lees je nu onder meer dat de politie in Assen 12 kilo illegaal vuurwerk in beslag heeft genomen. En daarbij zaten onder meer zogeheten cobra's. En die knallen hard, even hard als handgranaten. Een 27-jarige Assenaar is daarvoor aangehouden. Dit was hem echt. Heb een fijne avond en heel graag tot morgen.